Ik ben 11 jaar. En welke school zit je? Ik zit op het Nordix Rennerslaan in de derde klas. Ik doe nu VMBO thema. Ik weet nog niet wat ik daarna ga doen, want ik zit nog maar in de eerste klas. Hallo, ik ben Sniva. Ik ben 12 jaar. Ik zit op de Bonklaar. Wij willen graag sponsors zoeken voor het wereldkampioenschap in Glasgow. Ze geven ons zo goed les dat we later echt heel goed kunnen studeren. Ja, ik zit op turnen. Ja. Ik ben met de auto gekomen. Ik verkoop alles wat in de schuur zit. Nee, dat nog net niet. Nee, laat niet hoor. Nee, dat kan niet. Dat werkt niet. Als mijn schoonmoeder doort. Omdat je hebt altijd wat te doen. En als je ergens moet staan, het stoplicht staat altijd op groen. Een wonderplek bijvoorbeeld, Unicornland of zo. Zou het dan Cupcakeland, Unicornland of Taartland? Dan denk ik... Dat is best een moeilijke vraag. Ja. Ik ben Jip, dit is Gijs. Hi. Gijs, je zit op judo. Ja. Welke wand heb je? De bruine. En wanneer heb je die gehaald dan? Oh, dat is volgens mij het laatste examen. En datum? Oh, dat weet ik niet meer precies. Toen gingen we naar buiten. Daar waren allemaal attracties. Allemaal. Een springkussen was er. En er waren ook volleybal en er was voetbal. Nou, hallo, wie ben jij? Ik ben Timo. Op welke sport zit je? Judo. Vind je dat leuk? Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Dat je mensen op de rug mag gooien. En dat je je energie kwijt kan. Daar ben je blij mee? Ja. Ik vind shoppen leuk omdat je naar winkels kunt gaan en je kleren kan passen. Je kan dan ongeveer zien hoe het je staat. Ik vind dat veel leuker. Want als je online gaat shoppen, dan kan je het niet eens zien hoe je het staat. Dan kijk je het alleen maar bij foto's. Ik denk altijd een kunstenaar die moet leven van de liefde, maar dat kan niet. Kunstenaar moet ook leven van de centen, middelen noemen ze dat, maar gewoon het geld verdienen. En dat geldt voor iedereen, ook voor de kunstenaar, fotograaf, filmer. Of je moet dat als hobby doen, één van de twee. Ik wil later graag iets met theater doen, dus ik wil graag de HAVO er eerst achteraan doen en dan naar de toneelschool. Ja, daar heb ik nog niet heel erg over nagedacht, maar ik wil wel graag een eigen bedrijf oprichten. Als ik mijn eindexamen heb, om dan te gaan studeren. Ik wil later iets met fotografie gaan doen. Ik weet niet of ik een eigen bedrijfje of zo, of studio wil, of dat ik ergens bij ga of zo. Dat weet ik allemaal nog niet, maar me lijkt het wel heel leuk om daar iets mee te doen. Ik zit nu op HAVO en ik heb nog geen toekomstplannen. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Nou, ik zou later graag kinderpsycholoog worden, want ik kan op zich heel goed omgaan met kinderen. Maar als dat niet gaat lukken, dan wil ik graag in het leger. Ik zit op hockey, ik zit er nu 5 jaar op en ik ben zelf keeper. Ik zit hier ook gewoon in Almelo op hockey. Ik wil graag later op een boerderij gaan wonen en dan dat ik daar stallen bij heb. En dat daar de zieke dieren in komen en dat ik die dan beter kan maken. Ik teken heel graag en ik heb ook een YouTube kanaal. Vloggen als er iets bijzonders is. Bijvoorbeeld laatst heb ik een konijntje opgehaald en dan film ik dat. Turkije, dat is een eind weg, hè? Wat ga je doen in Turkije dan? Weet ik niet.